klappen krijgen omdat je controleert op de coronapas, bedreigd worden terwijl je als verpleegkundige een leven probeert te redden en leraren die in hun gezicht getuft worden. Nederland is helaas Europees kampioen als het gaat om geweld tegen werknemers. En u bent agressie-expert, heeft er ook een boek over geschreven. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen? Waarom zijn wij dan koploper? Nou, je ziet dat inderdaad meerdere onderzoeken laten zien dat we in Nederland bijna 2 keer zoveel agressie hebben. En dan moet je niet denken alleen maar aan fysieke agressie. Hè, zoals dat spugen, slaan, bijten, duwen, trekken. Maar vooral ook verbale agressie. Mm-hmm. En eigenlijk vooral ook heel veel intimidatie. Dat noemen we psychische agressie. Dus inderdaad zeggen, hey, als jij nou niet heel snel dat recept voor mij uitschrijft. Bijvoorbeeld tegen een apothekersassistent. Dan kom jij vanavond niet meer thuis. Hoe het zo ver heeft kunnen komen. Wat je ziet in Nederland is dat we eigenlijk het hele lang hebben laten bestaan. Dat betekent dat professionals zelf eigenlijk nog amper melden wat ze aan agressie meemaken en daarmee zijn we het als het ware ook gaan normaliseren. We vertellen elkaar bijna het verhaal, het hoort erbij. Je moet tegen een stootje kunnen als je bestuurder bent of journalist of een van die werkenden in de buschauffeur of kassajuf. En wat je daarnaast ook ziet, is dat we heel weinig corrigerend gedrag laten zien. Dus men komt er ook mee weg. Dus je bedoelt, als iemand bij de hand doet bij zo'n apotheek, dan geven we er ook te snel aan toe. Ja, we geven er aan toe. En als agressie loont, als die vorm van met name dat intimiderende gedrag loont, en je krijgt na afloop niet te horen, wacht eens even, u heeft zich gisteren misdragen. Als u dat blijft doen, bent u niet meer welkom bij ons in de apotheek. En als u ermee ophoudt, dan kunnen we u helpen. Als we dat niet gaan doen, dan zullen die cijfers denk ik alleen nog maar gaan stijgen in Nederland. In België is het dus echt wel anders. Ja. 10% van de werknemers heeft daar te maken met geweld. Terwijl dat hier 1 op de 3 is, Robert. Jij woont in België. Merk je dat ook echt dat het anders is? Ja, de Belgische gezagsvertrouwer heeft meer respect voor de overheid. Nederlander heeft het hart op de tong, is gewoon veel directer, is anarchistischer, individueler ingesteld. En dat zie je op alle fronten terug. Ja, dat Nederlandse directe, dat kan ook heel leuk zijn. Maar als het dus intimiderend wordt, is het een ander verhaal. We zien natuurlijk heel veel incidenten. Ook, we hadden het net al even over dat hooligangeweld. Maar ook dat vreselijke incident waarbij jongeren die meneer voor de tram hebben geduwd, die is overleden. Zijn dit nou incidenten of is er de laatste tijd meer aan de hand? Ja, ik denk dat het al langer speelde. Natuurlijk zien we allemaal, zeker ook door die corona, die COVID-19-epidemie, dat de incidenten toenemen. Maar die cijfers waar jij ook aan relateert, dat Europese kampioenschap, dat speelde al van ver daarvoor. Dus ik denk dat we in Nederland al veel langer bezig zijn met de verharding, de verhuftering, de normvervaging, het verlies van gezag. Toch even een simpel voorbeeld. Vroeger, als je een vervelende reactie kreeg van een docent of een leerkracht, dan had je daar thuis misschien nog wel last van. Nu is de neiging vaak van sommige ouders om bewijzen van met de opgeheven middelvinger direct de confrontatie aan te gaan met die leerkracht. Ja. Dus het speelt al wel van veel langer, hoor. Ja, en hoe moet je nou omgaan met die agressie en intimidatie? Er zijn speciale weerbaarheidstrainingen waar werknemers daarmee leren omgaan. Wat we zien is dat de agressietrainingen een enorme vlucht nemen in allerlei sectoren. Het beste is om dan eigenlijk even de persoon te laten uitrazen. En we handelen dan ook volgens de stopmethode. En de stopmethode is echt zeggen tegen die persoon: ik vind het niet prettig dat je zo tegen mij tekeer gaat. Wat we ook zeggen is: doe dat dan nooit met 2 personen. Want dan voelt diegene die de agressor is zich bedreigd en kan de situatie verder escaleren. En dan moet je het gesprek beëindigen. En hier komen we dus op de oplossing, hè? Hoe het tijd te keren. Trainingen hebben waarde, maar als dat het enige is wat we gaan doen in Nederland, dan hebben we straks te maken met bewijzen van alleen nog maar type Jeromeke, wat dan in de zorg gaat werken. Dus die fysieke weerbaarheidstraining of alleen maar trainen op gesprekstechnieken, leg je het probleem weer terug bij die individuele professional. Ja. Terwijl dit gaat ons allemaal aan. Maar noem eens iets concreets wat we dan echt kunnen veranderen, wat er zo aan de dijk zit. Nou, ik denk dat het begint met alles gaan melden, zodat ook je werkgever, politie, OM en de rechtspraak in stelling kunnen worden gebracht om als de repressieve kant duidelijk te maken dat iemand over de grens is. Ja, maar daar moet er wel iets mee gebeuren. Want kijk, je kan iets melden, maar er gebeurt niks. Nee. Ja, waarom zou ik het dan melden? Absoluut. En daar zeg ik ook van dat we ook niet alles moeten verwachten van de politie. Het is ook tijd om uit de groef van het strafrecht te komen. Stel dat de politie zegt: dit is intimidatie, maar nog net geen strafbare bedreiging. Dan reageren we nu aangeleerd hulpeloos. Gebeurt er niks. Die agressor komt ermee weg en de professional raakt
burn-out thuis. 200.000 zorgprofessionals overwegen dat mooie beroep te verlaten vanwege agressie door patiënten, bezoekers en familieleden. Dus wat we moeten doen is ook als werkgever aan de bak. Leg het niet alleen bij die individuele terug om maar op training te gaan. Je zal als werkgever altijd binnen 48 uur een signaal af moeten geven. U bent over de grens gegaan. Bent u het daarmee eens dat die rol voor die werkgever veel groter moet zijn? Ja, ten dele. Overigens doen steeds meer werkgevers, zodra een werknemer geïntimideerd of bedreigd wordt, aangifte. Ik denk dat het goed is. Je hebt natuurlijk, als het gaat om hulpverleners, de veilige publieke taak. Daar wordt wel veel aan gedaan. Maar de kern van de zaak is natuurlijk, Balkenende, niet van mijn partij, zei ooit, normen en waarden zijn belangrijk. En toen lachten we hem allemaal uit. Maar als ik het verhaal hoor, een beetje respectvol met elkaar omgaan. Kijk, Nederland is een fantastisch land, het is een open, vrije samenleving. Als je niet in staat bent om op een fatsoenlijke manier met elkaar een discussie te voeren, dat verbaast mij enorm. En overigens voetbalhooliganisme en rellen en zo, ja, daar mag sowieso wel iets steviger tegen worden opgetreden. Ja, welk goede voorbeeld geeft de politiek? Ja, want daar zie je ook een verwildering. Ik zie, dat is mijn persoonlijke mening, ik zie toch al een soort gezagsvacuüm in Nederland, waarbij Den Haag aan invloed achteruit keldert. Kijk naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd in de formatie. Kijk naar de corona-aanpak. Dat is niet indrukwekkend. En daar kijkt de samenleving ook naar. Nou ja, dat is ook iets wat je inderdaad in je boek schrijft. Hè? Politici moeten het goede voorbeeld schrijven in jouw boek, het agressie.